Communicatie. Dat is nu het sleutelwoord. En nog belangrijker, heldere communicatie. Ginny Bills, schepen van onderwijs in Antwerpen, doet bijvoorbeeld aan heldere communicatie. Maar ik wil toch wel ook vanuit het veld de stem laten horen, hè, vanuit de praktijk. En natuurlijk is de school de beste leerschool. Ja, dat is een open deur, maar het is wel helder. Kijk, je kunt het ook nog verder trekken. En dat is wanneer je de gehele communicatie in eigen hand houdt. Mark van Ranst, de viroloog des vaderlands, is met een nieuw experiment begonnen. Hij stelt namelijk nu zelf de vragen en geeft dan ook zelf de antwoorden op die vragen. Kan je bepaalde dingen optimaliseren? Ja, dingen die niet goed gaan, verbeteren en daardoor besparen? Ja, dat gaat kunnen. Ga je in het algemeen op gezondheidszorg nu gaan besparen? Nee. Dat gaat voor een paar jaar niet kunnen. Dus gaan daar fouten gemaakt worden? Gegarandeerd wel. Gaan daar inschattingen moeten gemaakt worden? Gegarandeerd wel. En ga je erop gecritiseerd worden? Ja, ook gegarandeerd wel. Maar gaat dat altijd beter kunnen? Nou, dat ben ik ook zeker. Ja. Mark my words, het duurt nog een week en dan gaat Mark van Ranst ook gewoon het weerbericht voorlezen. Echt waar. Bij communicatie is het belangrijk dat we zeker weten dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat we dezelfde grond onder onze voeten hebben, zeg maar. Laten we even naar Pieter de Krem gaan. Pieter, waar leven we? We leven nog altijd in de federale fase. Oké. Ik weet niet welke fase dat is, maar ik noteer federale fase. We leven in een onuitgegeven toestand. Oké, ik dacht dat we in een fase zaten, maar we leven in een toestand. Prima, ik noteer onuitgegeven toestand. Maar we willen uit deze fase en we willen heel graag naar een volgende fase. We spreken dan eigenlijk al in een fase van na minstens 3 mei... waar we ooit eens zouden in een toestand moeten komen die het nieuwe normaal is. Oké, we gaan dus naar een fase waarin we in een nieuwe normaal toestand komen. Dit is ingewikkelde communicatie. Kan hier iets meer duidelijkheid over komen? Er is duidelijkheid, maar men moet ook de duidelijkheid willen aanvaarden. Oké, wij zullen de duidelijkheid afvaarden. Namaste, Master Pieter. Overigens zat Pieter de Krem in het journaal omdat er onduidelijkheid was over de doe-het-zelf-winkels. Mochten die nu open of niet? Mensen willen dat weten. Kijk, over de tuincentra is geen onduidelijkheid. Die mochten open. Waar dan wel weer onduidelijkheid over is, is wat mensen er allemaal kopen en waarom. Kijk, deze man bijvoorbeeld, die heeft bomen gekocht. Omdat zijn vrouw waarschijnlijk net iets te vaak gezegd heeft, je kunt de boom in. En ik weet niet wat deze vrouw aan het doen is, maar ik denk dat die iemand gaat begraven in haar tuin. Jezus, hou die vrouw in de gaten. Ik weet niet of de flikken meekijken, maar hou dit in de gaten.